Welkom bij Spakenburg Nu. Wat hebben wij voor onderwerpen vandaag? Adopteer een monument. Voorjaarsmarkt De Haven. Vrienden van De Haven. Boekpresentatie Rijn. In het kader van Adopteer een monument werd dinsdag 12 april de herdenking gehouden op begraafplaats Memento Mori. Daar legden de leerlingen van de Bavikschool een krans bij het monument van de familie Heijnen. Deze familie verloor aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 6 mensen, waaronder 3 kinderen. Wethouder Van Asselt was aanwezig en zoals ieder jaar werd de vlag overgedragen van groep 8 aan groep 7. De tweede herdenking werd woensdag 13 april gehouden door de Calvijnschool. Deze school adopteerde de tankversperringen aan de Oostdijk. Elk jaar loopt de groep met de vlag voorop naar de versperringen om daar stil te staan bij de wandaden van de oorlog. Er werd door de kinderen een krans gelegd. De burgemeester was aanwezig en er werden gedichten gelezen door leerlingen. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wens iedereen hartelijk welkom heten bij deze samenkomst, in het bijzonder de familie Heijnen, de familie van ouders van de groep, wethouder Van Asselt en natuurlijk de kinderen van groep 7 en 8 van de Bavikschool. Beste leerlingen, geachte aanwezigen, oorlog is iets wat een mens kan overkomen, maar wat wel een van de verschrikkelijkste dingen is in een mensenleven. Er werd al gezegd, het overkomt je werkelijk. Je hebt er vaak pak nog deel aan. Je doet er niet aan mee. En toch vallen er heel veel onschuldige slachtoffers. Dat is ook gebeurd in de dagen vlak voor de bevrijding hier in Bunschoten, Spakenburg. We herdenken vandaag de slachtoffers die zijn gevallen. Oorlog, waarom moet je herdenken? Omdat je ervan kunt leren. Je kunt ervan leren dat je er alles aan moet doen om weer een oorlog te voorkomen. Je kunt ook herdenken omdat je de mensen niet wil vergeten die zijn omgekomen als onschuldig slachtoffer of als militair die zich hebben ingezet voor het vaderland. Maar ondanks al deze inspanningen om te voorkomen dat we weer oorlog krijgen, is er helaas sinds de Tweede Wereldoorlog ook in Europa zijn er een aantal oorlogen uitgebroken. Ik noem maar even Bosnië. Maar ook heel veel mensen zijn omgekomen. En nu, heden ten dagen, in de Oekraïne. Maar dat ontslaat ons niet van onze verplichting om er alles aan te doen om de vrede te bewaren. Het gemeentebestuur van Bunschoten en de gemeente Bunschoten vindt het heel belangrijk dat deze traditie van herdenking bij dit monument wordt voortgezet. Wij zijn daar ook heel dankbaar over. En het is ook mooi om te zien dat de groep 8 het nu alweer overdraagt aan groep 7, zodat we ook volgend jaar zeker van zijn dat deze herdenking zal kunnen plaatsvinden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid en voor jullie inbreng voor deze prachtige herdenking. In de oorlog vielen veel doden, dat waren vooral Joden. Ze kwamen in kampen, daar waren veel rampen. Nu herdenken we de mensen, kleine en groot hadden nog veel wensen. De kampen hadden prikkeldraad eromheen. Ze dachten, hoe komen we hier doorheen? Ze sliepen in donkere nachten. Waar zaten ze nou op te wachten? Je kon de lucht van angst wel ruiken, terwijl andere mensen gingen onderduiken. Eten waarvoor ze gingen vechten. Maar ja, wat deden ze voor hun rechten? Dagenlang zwoegen, maar mensen zaten dan ook in de Duitse kroegen. Nu ben ik stil, omdat ik nooit meer oorlog wil. Thank you.
Dinsdag 13 april werd de voorjaarsmarkt gehouden in de beleeftuin van Zorg- en Wooncentrum De Haven. Nu het na 2 jaar weer kon, werd er extra genoten door de bewoners en belangstellenden. Dansgroepen van Agilitas traden op en dat werd zeer gewaardeerd. Zelfs het weer werkte aan de gezelligheid mee. Voorzitter van de stichting Vrienden van de Haven, Pierre van der Gijp, legde uit wat deze groep mensen betekent voor het zorgcentrum. Pierre van der Gijp, jij bent voorzitter van de stichting Vrienden van de Haven. Ja, dat is een hele mond vol, hè? Ja. Kun jij mij even uitleggen wat dat precies inhoudt? Nou, kijk, iedereen kent de haven als zorg- en wooncentrum. En er gebeurt hier natuurlijk superveel, net als vandaag. Je hebt mooie beelden gemaakt hier. En daaromheen zijn er soms nog andere wensen, zeg maar, om het, nou ja, zeg maar, het leven van de bewoners, de cliënten, hoe je ze ook noemt, de gasten die hier zijn, om dat, ja, nog beter te maken. En er zijn heel veel geldstromen die ervoor zorgen dat mensen goed worden verzorgd in Nederland. Maar daarbovenop zitten vaak wensen vanuit het personeel bijvoorbeeld, ja, die niet in een normale budget horen. En daarvoor is de Stichting Vrienden van de Haven opgericht. Ja, ik zag een heel mooi woord, comfortzorg. Ja, comfortzorg. En dat is heel specifiek voor de palliatieve terminale zorg die hier een paar jaar geleden gestart is. Dat was toen nog niet de Vrienden van de Haven. Dat hebben een aantal
ja, ik wil maar zeggen, hele toffe inwoners en ondernemers van ons dorp hebben dat gesponsord. Waardoor mensen in de laatste levensfase, zeg maar de laatste 3 maanden hier in het dorp, als dat thuis niet kan, met comfortzorg worden omgeven. En die geldstromen, zeg maar, van die sponsoren lopen ook via de Stichting Vrienden van de Haven. Dus dat is echt een heel specifiek deel waar een stuk van ons geld heel goed aan wordt besteed. En kun je ook voorbeelden geven van die comfortzorg? Wat is er meer dan normaal? Nou, je ziet het aan de omgeving. Hè? Dus misschien ken je de kamers hier zoals ze er normaal gesproken uitzien. Maar bij comfortzorg is het gewoon huiselijker. Het is warmer. En er is 24 uur per dag is er zorg gewoon beschikbaar. Hè? Dus of het nou gaat om artsen of fysiotherapie, dat zit allemaal al in dit huis. En op een hele specifieke afdeling zijn er 3 kamers ingericht met dat sponsorgeld onder andere. Waarmee die mensen gewoon, ja, ik wou maar zeggen, de ultieme zorg krijgen als het thuis niet anders kan. Want uiteindelijk wil iedereen het liefste thuis blijven, maar als dat niet kan, is dit een hele goede optie die we sinds ruim 2 jaar hier in het dorp ook kunnen bieden. Ja, kun je ook vertellen hoe de mensen reageren op deze zorg? Ja, ik weet het alleen van de verzorgende zelf, hè, van het team eromheen. En voor hun was het ook nieuw, want het was er nog niet. Dus zij moesten ook wennen aan andere soorten, ze noemen het inmiddels gasten, die daar tijdelijk verblijven. Je weet ook dat het eindig is, maar in die periode wil je gewoon het allerbeste voor die mensen kunnen bieden. En ik heb een aantal reacties gezien van familieleden die nadat de man of vrouw die hier verzorgd is overleden. Ja, wat zij teruggeven aan dat ze die warmte hebben gevoeld. En dat ze die comfortzorg voor hun dierbaren, dat ze dat echt hebben gemerkt. En ik weet het ook van de mensen die hier werken dat ze af en toe ook iets extra's proberen te doen. Ik heb het verhaal van een broodje kroket al een paar keer gehoord. Iemand vond het zo geweldig van een snackbar uit Amersfoort en dat ze regelden dat kwam. Of dat iemand heel graag paling wil stoven en dat ze regelen dat toch nog een paar keer lukt. Dus dat is wat mij betreft echt comfortzorg. En daar word je één blij ding van. Ja, ik word daar warm van in ieder geval. Dus ik denk dat iedereen dat heeft. En ook die sponsoren, die hebben we pas gesproken. Ja, om ook uit te leggen van wat is dat dan en waarom is dat geld dan zo nodig? Dat is ook nodig omdat die bedden niet altijd bezet zijn. Je wil bedden beschikbaar hebben. Maar ze zijn niet altijd bezet door iemand die daar ligt. In de tussentijd gaan een groot deel van de vaste kosten wel door. Die dus niet gedekt zijn door dat geld wat normaal gesproken door de zorgverzekeraars wordt uitgekeerd. Dus bedrijfseconomisch kan dat eigenlijk niet uit. En daarvoor is het geld van die sponsoren zo belangrijk dat het bed er gewoon is op het moment dat iemand daar behoefte aan heeft. Op het moment dat iemand die zorg nodig heeft. Dat het dan klaarstaat. Dat het klaarstaat. Door kan gaan. Ja. Wat zoeken jullie nog? Nou ja, wij hebben een soort doorstart gemaakt met de Stichting Vrienden van de Haven. En eigenlijk zijn we dus met die comfortzorg, denk ik dat er uiteindelijk behoefte is aan een vierde kamer. Je ziet dat die 3 nu regelmatig bezet zijn en eigenlijk wil je geen nee zeggen. Dus dat is 1 actie die we echt nog wel op touw gaan zetten. We hebben positieve reacties gehad van sponsoren, zeg maar zij willen ook wel echt weten waarvoor is dat geld nou echt nodig. Dus je moet het ook wel echt kunnen laten zien. En de andere kant zijn dus al die andere activiteiten van de stichting. Vandaag is een poffertjespan in gebruik genomen. En denk je, een poffertjespan, het zijn 2 hele grote. Ja, en de activiteitenbegeleiding van de haven is daar super blij mee. Want ze hebben vandaag, hij is leeg, dus alle mail is gebruikt. Dat is gezelligheid en dat is ook nog wat extra inkomsten waarmee de activiteitenbegeleiding dan weer nog meer dingen kan doen voor de bewoners. Dus wij hebben via de Stichting Vrienden van de Haven 2 van die poffertjespannen gesponsord. En dat zijn dingen waarvan je weet dat misschien klein is, maar wat wel uiteindelijk toch echt toegevoegde waarde biedt. We hebben die vraag ook uitstaan bij de mensen die hier werken. Wat zou je dan nog meer willen? We hebben een houten schommelbank gesponsord waarmee mensen die hier wonen gewoon even tot rust komen. Even gewoon lekker schommelen. Eventjes helemaal zichzelf weer even kunnen zijn binnen de hectiek van de dag. En dat zijn dingen waarvoor wij proberen een bijdrage te leveren. Dat is het eigenlijk. Dat is heel mooi werk, maar altijd is het weer geld, hè? Geld dat ontbreekt. Ja, maar dat zie je hier ook, vrijwilligers. Hier werken volgens mij, ik weet niet of ik het goed zeg, maar volgens mij 650 mensen in loondienst. Maar er is ook een korps van 150, 200 vrijwilligers. En je moet eerlijk zeggen, als die er niet zijn, dan valt er heel veel activiteit in Nederland weg. Maar dat is hier ook. Als die vrijwilligers er niet zijn, dan
dan is dus heel veel niet mogelijk. Gewoon ook een oproep van, wil je iets moois doen, kom hier vrijwillig werken. Ja, ja. Ja, zeker. Ik denk dat, ik wou bijna zeggen, aan vrijwilligers heb je nooit genoeg. Maar het is ook een serieuze afdeling binnen deze hele organisatie. Ik ben een vrijwilligerscoördinator, want ook vrijwilligers, jij weet precies hoe dat werkt. Ja, daar wordt wel iets van verwacht. Het busje moet er wel staan, 's morgens, om de mensen op te halen. Dus vrijwillig, niet vrijblijvend, maar wel heel zinvol. Dat weet ik wel zeker. Ja, precies hoor. Dat weten mensen ook wel, denk ik. Maar jullie zoeken ook nog sponsoren voor de vrienden? Ja, wij gaan die sponsoren nog wel benaderen, persoonlijk. Hè. We hebben nu een eerste contactmoment gehad als het gaat om die PTZ, die palliatieve terminale zorg. En dat moet je gewoon persoonlijk doen. Maar mensen die de Stichting Vrienden van de Haven een bijdrage willen geven, dat kan. Hier binnen staan mogelijkheden om dat te doen. Het rekeningnummer staat op de website. Het geld is altijd welkom en het komt ook altijd goed terecht, dat weet ik zeker. Nou ja, ik denk dat je het nut heel duidelijk hebt laten zien. Ik dank je wel en ik wens jullie veel succes. Dank je wel. Schrijver Wem Duist heeft opnieuw een boek uitgebracht. De titel van het boek is Rijn. Tijmen sprak met de schrijver. Aan tafel schrijver Wim Duist, auteur van onder andere Zwijgend Verleden, Een Man uit de Krant en natuurlijk De Engel van Spakenburg, maar nu een nieuw boek, Rijn. Daar gaan we het vandaag over hebben. Wim, hartelijk welkom. Dankjewel. En Rijn is een boek gedeeltelijk autobiografisch. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het gaat over een nierdonatie. En in 2018 heb ik zelf een nier gedoneerd. En dat was als een jeugdvriend. We kennen elkaar van de Bavingschool, klas 4, toen raakten we bevriend. En we zijn eigenlijk altijd bevriend gebleven. We gingen naar de middelbare school en op een gegeven moment zijn we elkaar ook uit het oog verloren jaren. Maar ik wist dat hij een nier nodig had en op een dag heb ik me gemeld dat ik eventueel wel donor wilde zijn. Nou, dat vind ik, daar neem ik altijd mijn hoed voor af. Ja. En dat, ik heb een paar kennissen die dat ook gedaan hebben, maar dat vind ik ontzettend knap. En vooral als je dat zo brengt, van ik heb even gebeld om te zeggen dat. Nou, het was wel zo dat ik in het begin wel onzeker daarin was. Hoor. Ja. Zo van, durf ik dat wel? Kan ik dat wel aan? Wat als er wat met die andere nier gebeurt die nog blijft zitten? Maar goed, er waren nog een heleboel andere kandidaten die ook een nier wilden geven. Dus ik kon het ook wel relativeren. Maar op een gegeven moment, die andere kandidaten zijn allemaal afgevallen. Ik ben naar het UMC in Groningen gegaan, want daar moest het dan gaan plaatsvinden. Ja. En hoe verder ik in dat proces kwam, hoe gemotiveerder ik raakte. Ik zou het ook erg hebben gevonden als het niet door had kunnen gaan. Om wat voor reden dan ook, dat er geen match was geweest bijvoorbeeld. Precies. Ja. En dan ga je, je bent schrijver, dan ga je schrijven. Ja. Hoe begin je dan? Nou, het begon eigenlijk met, ik lag dus op die operatietafel. Dat was vlak voordat ik daar, en ik lag daar en toen vroeg die chirurg aan mij, die vroeg gekscherend, gaat u daar nou een boek over schrijven? Ja. Nou ja, ik had daar geen moment bij stilgestaan. Ik had ook geen idee hoe ik dat aan zou moeten pakken. Maar later, toen ik thuis kwam, toen begon ik daar een beetje over na te denken. En toen vond ik dat eigenlijk wel een mooi thema. En toen heb ik dus eerst geprobeerd om er non-fictie van te maken. Dus gewoon een soort dagboekachtig vertellen wat er allemaal gebeurd was enzovoorts. Maar ik vond dat toch een beetje te dichtbij komen. En dan gaat het helemaal over jezelf en dan gaat het ook over de jeugdvriend aan wie ik een nier wilde gaan geven, over zijn familie. Dus dat kwam allemaal te dichtbij. En ik heb ook dat begin wel aan mijn uitgever laten lezen, maar die vond het eigenlijk ook niet zo. Dus ik heb toen besloten om er een roman van te maken. Dan kun je je eigenlijk verstoppen in personages. Wim, je staat ook een beetje bekend als iemand die eigenlijk bij een beginzin van een boek iemand gelijk tussen die twee kaften sleurt eigenlijk. Hè? Jij begint nu ook dit boek van, hallo, ik ben Rijn. Ja. En ik ben even op zoek op Facebook, ik ben even op zoek naar een nier. Ja. Daarbij gebruik je ook wel wat woordspelingen.
Want als we natuurlijk Rijn omdraaien, dan krijgen we Nier. Ja. En die man heet ook nog Reinier. Ja. Hij is ook Hovenier. Ja. En hij houdt van tuinieren. Ja. Ja. Nou, dat laatste van tuinieren en hovenier, daar kwam ik pas later achter. Hoor. Toen had ik het boek al geschreven en mijn redacteur die wees me daarop. Zo van, nou, daar zit het ook nog in tuinieren en hovenier. En waar ik ook later nog achter kwam, dat Rijn betekent natuurlijk zuiver. Zuiver. En een nier zuivert functie, het bloed. Hè? Ja. 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 Dat is leuk. Dat, alleen het schrijven zelf, en ik heb wel iets over je gelezen, dat is echt een ambacht. Hè? Dat ja. is werken. Ja. Hoe vul je dat in op een dag? Dat is gewoon keihard werken. Nou, ik werk 4 uur per dag ongeveer. Want dan is het wel op, want je zit met een leeg blad voor je. Ja. En dat moet je maar zien te vullen. En als je dan begint, dan heb je een heel vaag idee. Maar wat het zal worden, dat weet je nog niet. Dus na zo'n uur of 4 werken, dan is het wel klaar. Als ik bijvoorbeeld, het is wel zo, als ik een versie geschreven heb en ik ga hem later herschrijven, dan kan ik wel iets langer dan 4 uur daarmee bezig zijn. Als je zegt net, ik moet zo'n bladzijde dan die zit vol, moet ik vullen. Maar ik begreep ook dat je af en toe nog wat met de vulpen doet. Ja, ja, alleen de eerste versie. Ja. De eerste versie schrijf ik met vulpen. Ja, ja, daar ben ik ooit mee begonnen in de tijd toen er nog geen computers waren. Ja, wel typemachines, maar nou, ik vind het gewoon prettig om met een vulpen te schrijven. Alleen de eerste versie, ja, ja. Hè, de tweede die... Die gaat in de computer. Ja, maar de versies waar je het nu over hebt, je hebt nu al 2e versie genoemd. Maar ik begreep dat er meer dan 10 versies van Rijn zijn. Hè? Er zijn uiteindelijk, dit is uiteindelijk de 11e versie. Ja. Ja. En die verschilt heel veel van de eerste. Maar de 10e en de 11e, die verschillen niet meer zo heel veel natuurlijk. Dat zijn kleine correcties die je aanbrengt en zo. Dingen die je toch weglaat. Ja. Schrijven is denk ik ook wel vlechten. Hè? Elke keer komt er een nieuwe vlechtdraad in. We hebben het Rijn natuurlijk al genoemd, zijn vrouw. En op die oproep komt er dan weer een personage binnen, een nieuwe vlechtdraad. Hè? Ja. Een oude jeugdliefde. Een oude jeugdliefde, ja. Klopt. En dat roept natuurlijk al gelijk wat spanning op. Hè? Ja. Daar ben je natuurlijk constant mee bezig. Van ja. Hoe dat opbouwen van... Ja, ik had dus besloten om een roman te schrijven over een nierdonatie. En toen schoot me ook nog een ander verhaal te binnen. Ik was bezig met de muren te sausen in de woonkamer. Ja. En toen schoot me dat ineens te binnen. Ja, dat is ik heb dat ook tijdens de presentatie dinsdagavond verteld. Dat was iemand die dus een meisje ontmoette, een jongen. En dat was liefde op het eerste gezicht. Pats, boom. Hij kwam daar thuis. Hij had al heel gauw in de gaten dat hij dus niet zo geaccepteerd werd. Ja. Maar goed, het ging door totdat zij het ineens uitmaakte. En toen was hij totaal over de rooien. Heeft nooit meer wat van zich laten horen ook. 30 jaar later werd hij door de redactie van Memories gebeld. Dat is een programma van Anita Witsier destijds. En die bracht ze dus, daardoor kwamen ze weer bij elkaar. En toen vertelde zij dus waarom ze het toen had uitgemaakt. Het uit had moeten maken. Ja. Nou, toen ik dat hoorde, toen zat ik stijf op mijn stoel. En dat gegeven, dus dat verhaal, toen zag ik ineens tijdens het sausen van die muren een mogelijkheid om die twee verhalen met elkaar te combineren. Je noemde net afgelopen dinsdag, daar hebben jullie een presentatie gehouden van je boek in de bibliotheek. Was dat geslaagd? Het was een hele geslaagde avond. Er was een hoge opkomst. Connie Hoosbeek heeft dat georganiseerd. Die heeft zich daar helemaal op gestort. Ik heb dus verteld over mijn boek. Er was iemand van de Nierstichting, die heeft ook het een en ander verteld over dialyseren en zo. En Nick van Gasteren, die is hier geloof ik wel bekend in Spakenburg. Zijn vader, dat was puur toeval, zijn vader was de eerste in Nederland
die een donornier kreeg. Ja. Van zijn broer. En ja, ik weet niet meer precies. Ik geloof dat hij het had over 1947. Dus dat is heel lang geleden. Toen was het absoluut nog niet gebruikelijk. Nee. En daar heeft hij over verteld en daar heeft hij dus over gezongen. Leuk. Ja. Even terug naar het boek, Wim. Ja, we hadden het net over vlechtdraad. Hè? Dan de oude liefde Jenny komt tevoorschijn. Dan komt er weer een zoon van ja. Jenny, Rogier, ja. tevoorschijn. En weer een andere draad die erin komt. Ja. En als Rijn dat terugrekent, dan zou dat in zijn tijd geweest kunnen zijn. Ja, ja, dat klopt. Ja. Weer spanning. Ja. Dat breng je dan, dat soort dingen, dat komt dan ineens in je op? Of? Ja, dat komt ineens in me op. Dat gebeurt... Dat heb ik wel van tevoren bedacht, als ik me goed herinner. Het is natuurlijk al een paar jaar geleden. Ja. Maar dat heb ik wel van tevoren bedacht. En, maar het is niet... Kijk, ik bedenk van tevoren een verhaal. Hoe het begint, hoe het afloopt en zo. Maar het is wel zo dat tijdens het schrijven er nog heel veel verandert. Ja, ja, ja. Ja. Eigenlijk de moeite waard om toch eens eventjes... dit boek in de plaatselijke boekhandel te gaan kopen. Rijn van Wim Duist. Wim, bedankt. Graag gedaan. U keek naar Spakenburg Nu. Het is nog te zien tot vanavond 11 uur. En op YouTube kunt u op uw zelf gekozen moment kijken. Donderdag zal er een vrij item te zien zijn. En om 8 uur 's avonds begint dan Buitenspel, ons voetbalprogramma, waarin de gasten met de presentator de verrichtingen van de plaatselijke voetbalclubs analyseren. Ook vrijdag zal het programma op de evenuren te zien zijn. Zaterdag zal Spakenburg Nu herhaald worden. En zondag, zoals altijd, los op zondag. 6 keer een uur lang christelijke liederen. Maandag, uit de oude doos, waarin Kamp Amersfoort te zien zal zijn. En dan wordt het anders. Want dinsdag kunt u kijken naar Spakenburg Nu, omdat het woensdag 27 april Koningsdag is. Dan zijn wij er weer live met de Obade vanaf het Kolkplein en daarna Obade Eemdijk. Nog een hele fijne dag. Dag!